Een grote brand bij een appartementencomplex aan het Geert Groteplein in Alkmaar. De brand brak gisteravond rond 11:30 uit in de kelder bij de opbergruimtes onder de appartementen. Er was veel rook en de paniek was daarom groot. De angst was heel erg groot, ja, heel erg geschrokken. Ontzettend geschrokken. Ja, je ziet vlammen, of dan geen vlammen, maar ontzettende rookwolken. En je denkt, nou, wat is dit? Ik denk eerst bij de Albert Heijn dat er iets aan de hand is. Ja, en toen later ontdekten we dat het bij de schuren van ons beneden. En ja, daar wonen we dus bovenop. En dan schrik je echt heel erg. We hebben geen oog dicht gedaan daarna. Vanwege de rook moesten 30 tot 40 bewoners hun huis hals over kop verlaten. De bedoeling was dat ze zouden worden opgevangen in een naastgelegen buurtcentrum. Maar dat ging niet open, tot grote frustratie van bewoners. Wij begonnen denk ik een uur of tegen 12 de brand. En toen hebben we tegen tot 3:30 wel op straat moeten staan. Ja, het wijkcentrum zou open gaan, maar dat is niet gebeurd. Nee. We stonden echt op straat, op blote voetjes. Sommigen wel gauw nog een pyjama broek aan weten te trekken, want de meesten lagen al in bed. Maar het was gewoon koud. Volgens de gemeente Alkmaar is het buurtcentrum niet open gegaan, omdat de brand vrij snel onder controle was. Bewoners konden volgens een woordvoerder rond 12:15 allemaal weer terug naar hun huis. De gemeente spreekt tegen dat bewoners uren op straat hebben gestaan. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten. Er gebeurt de laatste tijd heel wat rottigheid. Dat de ramen ingegooid worden, deuren worden ingegooid. Fietsen worden buiten gezet of op zijn kop gezet. Noem het maar. Het is hangjeugd wat hier rondhangt. Dus we bellen vaak genoeg de wijkagent, politie. Ja, en nu dan deze brand. Dus het, ja, het samenloop van, hoe zeggen we dat, omstandigheden? 1 en 1 is 2. Klopt, 1 en 1 is 2, ja.